We zijn hier vandaag aan de kust bij Schorel omdat we met mensen hier uit de streek in gesprek willen gaan over het beschermen van de kust. Het is een heel groot gevoel in Nederland dat we echt iets moeten doen om de kust ongerept te houden van ons allemaal, zodat we er echt ook optimaal van kunnen genieten en de natuur niet aangetast wordt. Het lijkt een beetje op het fenomeen wat in Groningen met het gas gebeurt. Ik dacht altijd dat het gas van ons allemaal was, maar dat hebben ze gewoon verkocht, zeg maar. En dat lijkt ook een beetje met het strand te gebeuren. Bouwprojecten hebben ook een behoorlijke invloed buiten op het strand en in de branding. En daarom zijn wij als service ook hierbij betrokken. Ik denk dat het in plaats van financiën opbrengt, tot verliezen zal leiden in de toeristische sector. Hier doen we het voor. Ongestoord uitzicht, mensen kunnen genieten, een stukje openheid. En dit is echt heel uniek in Europa. Veranderingen, daar ontkom je niet aan. De wereld verandert. Alleen zal je dat op een juiste en gepaste manier moeten kunnen doen met elkaar. Om met elkaar in gesprek te blijven gaan, zoals we vandaag hier doen. Ik ben het meest mee geholpen dat er mensen uit de omgeving, zoveel mogelijk mensen, zich in gaan zetten voor het behoud van die kust. En dat niet alleen het natuurmonument dat gaat doen. Maar hoe zorgen we dat die mensen, die honderden of duizenden mensen, die ook bij de kust wonen, die misschien traditioneel niet zo'n binding hebben met die natuurbescherming, hoe zorgen we dat we die mensen actief kunnen betrekken? En als je ze natuurlijk kunt aanspreken op hun bestaande passies, dan maak je een soort verbredingsslag. Als dat mooie gedicht van Ingmar op een gegeven moment met een filmpje het land ingaat, is dat misschien wel een mooie gelegenheid om dan andere mensen in het land te vragen om hun gevoelens en gedachten in een gedicht op te schrijven en een wedstrijd van te maken. We hebben een koesterbeleid nodig om te zorgen dat dat zo blijft en dat de kracht daarvan juist wordt benadrukt en ingezien en gebruikt. Jullie worden eigenlijk ook een beetje van die citizen inspectors. Ja. Dus gewoon ogen en oren, maar dan kijken we overal waar gebouwd gaat worden en dan aan de alarmbellen gaan trekken. Okay. We kwamen ineens op het idee om een musical te gaan organiseren. En dat onderwerp is natuurlijk Daywatch. Ja, ik word er heel enthousiast van. Ik heb ook heel veel leuke dingen gehoord. Maar ik denk, ik wil wel meedoen. Volgens mij is hier de kiem gezaaid van een nationale beweging die op gang aan het komen is. En waar we straks met z'n allen helemaal niet meer omheen kunnen. De kust blijft hartstikke leeg.